Hola amigos, welkom bij een nieuwe aflevering met een nieuwe game genaamd Zoo Tycoon nummer 2. We gaan gewoon het origineel spel doen. Ik heb al een beetje geoefend zoals je ziet. De zelfstudies moeten we allemaal doen. We beginnen met 100.000. 100.000 euro's, dat kan toch niet, dat is zo weinig. Toch voor een zoo. Zelfstudie nummer 1, ja. Nee, oké. Okay. Ik dacht wel, die lekker allemaal makkelijk. Hop. Kost met de pijltjes of met de muis. Inzoomen, dat moet je zo doen. Draaien moet je zo doen. Kan ik... Oeh! Even zien als dat kost. Wat ligt hier allemaal weer rond? Rotzooi! Foto's. Hey, we kunnen foto's maken, jongens. Okay. Hup. Op de map. Ah, dus dit is onze zoo. Oké. Okay. F1. Om wat te doen? Ah. Dat is onze... Shit, zo comfy. Nee, we willen verder doen, hè. Zelfstudie nummer 2. Ja, en dan moet je deze boom mee doen, zo. Undo. Oké, goed. Hop. Krijg je een deur. Hier, die job was zeker. een donatiebox. Kan hier ook zetten. Oké dan. Hup. Leuk om te weten voor... voor food en shit. Pff, moeten we dat gewoon zetten? Allee dan. Kun je wel verplaatsen. We zitten hier nog hier. Beest wat voedsel geven. Pom pom. Hier. Een boom. Hij houdt van de boom. Oh, oké, dat kost geld. What the fuck.
Onderzoek naar speelbaar bal is voltooid. Ja. Is er een kastje niet? Nee, het is daar. Naar Safari. Deze. Niet te breken, what the fuck. Ik ga helemaal naar de andere kant gaan. Zetten we direct. Kindje van deze. Hup. Zelf stuur je voltooid. Zelf studie nummertje 3. En die selecteren. Inzoomen. En wie is hier aan het bellen? Ah, oké. Waar is hier even stand tevreden? Wat? Ja, de dorst. De honger. En dat is de info, ja. Geslaagd, waar dat vandaan komt. Ah, daar kost ze dat zien. Wat, de dieren? En tol op mijn werk. Is de bank. Wat? Welke bank? Hier is geen bank. Maandelijks loon 500. Nee. Ik ben bezoeker. Ik vind het hier geweldig. Je hebt niks bij, weg hier. Geen favorieten. Mijn geld is op. Ah, zo. Oké. Okay. Een informatie.
Hey, we zijn aan het bekender worden. Waar is die informatiebalie? Waar gaat het om? Dan ook voor gebouwen zijn er informatiebalies. Op een willekeurig eetkraam. Ah. Inkomsten 0. Dat gaat hier niet goed, precies. Ja. 20 euro om binnen te komen. Is hier al iemand goed? Aantal dieren weinig. Leuke dieren veel. Ziet er allemaal goed uit, hè? Ah, hier kunnen we dat nog beter zien. We hebben een overzicht. Bij bezoekers ook. Bij personeel ook. Wachten op werk allemaal. Sluit. Oh, is camera selecteren? Wat doen jullie? Ah, ik heb een foto. Ja, dat is leuk. Maak een foto van een dromedaris. Een dromedaris fotografie. Een dromedaris. Dit is een dromedaris. Trommels. Daar is. Ah, je maakt foto. Nee, ik wil niet weigeren. Ik wil foto maken. Ah, het is goed. Het is mijn spatie en ik had maar klikken. Echt een wissel. Goed gedaan, dit is het einde van de zelfstudie voor Zootekken 2. Klik op kruisje om terug te keren naar het hoofdmenu. Ja, als we niet op vegen kunnen klikken. La la la. En nu? Ah, nou kunnen we hier allemaal op klikken of wat? Oké. Okay. Dat is wel weinig. Train voor dierenverzorger. Dat bevrijdt alle dieren uit hun kooi en plaatst ze in een verblijf met een geschikte biosysteem. Beheer de dientuin een maand en zorg ervoor dat je drie dieren allemaal in leven zijn aan het eind van de maand. Moet lukken toch? Maar Ah, die zitten allemaal in één plek of wat?
Of moeten die kopen, die dieren? Bevrijd de dieren. Ik zie er helemaal geen dieren. Wat is spannend. Weet je wat, ik zet al op een directe pauze, want... Camel... Dus al die dieren moeten blijven of niet? Ik heb hier ijs. Ah, hier zitten ze. En de leeuw. Bio. Deze. Dus. Selecteer. Leeuw nummer 1 hierin. En wat is dat? Tundra. IJsbier. Zou het dan hier moeten zitten, hè? Hop. En wat zit hierin? Nail parts. Pakken. Dat zal deze zijn, hè. Heb die al wat eruit. Is deze quest al gedaan. Eruit. Waar zit die andere? Heel paar check. Die leeuw moest nog even checken. Oké. Sowieso wat dat gaat gebeuren. Yep. Yep. Doe maar play. Yep. Eentje is van voltooid dieren. Maar trainen voor dierenverzorgers moet ik dat gaan doen. We zullen dat eens open doen, hè. Dat er wat geld binnenkomt. IJsbieren. Vissen. Onze leeuw krijgt wat meat. Ah, hier is een stuk vis. Oké. Speel. Kijk eens hoe blij dat is. Everybody is happy. Heyo. Pom pom pom. Eerst moet ik wat te drinken hebben. Ja. Vis had ik al vooral. Een nailpot nog. Hop. Om te drinken. Hop. Wat heet dat gras? Alsjeblieft, Maaike. Je krijgt wat gras van mij. Zo. Er komen ze al zeker een mand met toe, hopelijk. Maar hoe train je dierenverzorgers nu?
Nee. Hotdog. Altijd de maat. En van die donation dozen. Moet ik kijken. Maar staat hier de deur. En de... Die leeuw heeft geen deur. Oh. Nee. Kan iemand bij de leeuw op een of andere manier? Dat beest wil iets. Waar is het, joh? Scheelt er het? Nee? Zijn we happy? Oké. Okay. Een neoplaat. Lieve andier. Waar zit dat niet op dat nummer? Pom pom pom. Ga ik al die deurspoelen hier. Het ziet er goed uit, hè, jongens. Maandslang wachten. Maar hoe moet je die nou trainen? Dat vraag ik me af. Training voor dierenverzorgers. Ik zou bij God niet weten wat dat moet. Ik ga het gewoon omhoog, dat ziet er al goed uit. Ja. Ik weet het anders nog niet als ik het op dit. We kunnen wel een maand wachten, maar... Dat is misschien een paar uurtjes. Goed, jongens. Eens kijken dat er nog berichten zijn. Nee.
Maar hoe werkt het nu? Hoe moet ik al trainen, manneken? Training. Nee, ik heb geen flauw idee wat je die moet trainen. De hout van dieren kost wel veel. Winst 0. Oh, misschien moet ik niet hoog. Nee, ik wil het niet verkopen. Niemand koopt gewoon iets of wat. Ja, jongens, ik denk als ik het hiermee ga. Oh, we zijn bekender geworden, wat leuk. Ik vind het geweldig. Oh, nieuwe dingen zoals we kunnen kopen. Geweldig. Goed, jongens, ik ga het hier wel bij laten. Vergeet geen like te geven en te abonneren. En als jullie per se willen, kan ik een nijlpaardje en de leeuw en dat andere beest. Ik weet ook weten waar ze zit. En de ijsbeer een naam geven. Dan laat je dat in de reactie achter. En dan geven wij die gewoon een naam zoals... weet ik veel. Kun je die andere naam geven? Ja. Ijsbeer. Lol. Of zo. Weet ik veel. Volgens mij is het een shiftlock van onze dichter. Maar dat zien we dan de volgende aflevering wel. En dat is het zo wat denk ik. Ja. Vergeet geen like te geven en te abonneren. En dan zien we jullie de volgende maand terug. Bij Zoo Tycoon 2. En dan ga ik eens kijken op internet. Als je die verzorgers moet trainen. Want dat weet ik niet. Later. Yeah.